ongelooflijk blij om al die blije gezichtjes te zien. Het voelt net alsof ik thuis kom. Nou, ik moet u eerlijk bekennen, Sinterklaas, dat is ook zo. Want Amsterdam verwelkomt u altijd met heel veel plezier. En u ziet het, de opkomst is natuurlijk mega en weergaloos. Het is natuurlijk fantastisch. En het belooft gewoon een geweldig spektakel te worden hier op het Dam in Amsterdam. Oké, ik ben heel benieuwd. U heeft inmiddels de sleutel, dat heb ik begrepen. Maar wat u nog niet heeft, Sinterklaas, dat zijn drie cadeaus die worden u aangeboden door alle kinderen en natuurlijk ook heel Amsterdam. En die drie cadeaus die staan hier achter u. En daar ga ik u straks alles over vertellen. Oh, prachtig. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Mag ik alvast een cadeautje openmaken? Nee, Sinterklaas, helaas, dat kan nog niet. Ah. Maar daar gaat niet zoveel tijd meer in zitten. Ik zou zeggen, neemt u heerlijk plaats. Dan ga ik even zitten. Prachtige troon. Na natuurlijk een geweldige wandeling te hebben gehad door Amsterdam. Jongens, ongelooflijk. Geen Sinterklaas, zo'n geweldige rit. Even een groot applaus. En wat is het fijn om Sinterklaas weer onder ons te hebben. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb niet geslapen. Wie heeft er nog meer niet geslapen? Vraag eerlijk, wie heeft... Jullie ook niet, Pieter? Maar jij ook? Oh, ik ook. Ik was echt zo nerveus. Ik denk, oh, als toch alles maar goed gaat. Maar het is allemaal goed gegaan. En geweldig. Met de trein, met de boot, aangekomen in Amsterdam. We gaan heel eventjes naar de postpiet. Ik weet niet, waar is postpiet op dit moment? Postpiet, is er iemand, jongens, hebben wij postpiet nog gezien? Of is postpiet inmiddels... Postpiet, lieve postpiet, waar bent u? Nee, jongens, de echte postpiet, hè, die heb ik nodig. Waar Roos? Roos is er ook. Waar is Roos? Roos is misschien met de postpiet op pad, dat kan ook. Roos, waar ben je? Lieve Roos, waar sta je? En daar is Roos. Robert, ik ben hier. Ik ben niet met de postpiet op stap, maar ik sta hier met Celia. Celia heeft een